De Republic Bank heeft gisteren een informatiesessie gehouden voor haar personeel over het COVID-19-virus. De publieke gezondheidsdeskundige Ruben Del Prado heeft in ons huis deze sessie verzorgd. Acting Managing Director van Republic Bank, Montague McLeod, zegt dat de bank al maatregelen had getroffen in verband met dit virus. Deze sessie was dan ook merendeels bedoeld om alle vragen die het personeel had over COVID-19 beantwoord te krijgen. We hebben hem ook gevraagd van luister. We hebben een heleboel zaken gedaan in de bank om de veiligheid van onze medewerkers te verbeteren. Maar alsjeblieft, loop langs, kijk, beoordeel en zeg ons of we het goed hebben gedaan en waar we moeten verbeteren. Hij heeft een aantal goede verbeterpunten gegeven die we meteen gaan implementeren. En ik hoop dat dat ook zal bijdragen aan het gevoel van veiligheid voor ons personeel. Ook met name voor onze klanten. Want uiteindelijk draait de bank om onze mensen, om ons personeel. Dus dat is van eminent belang. Welke soort maatregelen bijvoorbeeld had u getroffen voor de bank? Nou, voor het personeel hebben we van die scheidingswanden aangebracht. We hebben schermen gezet voor ons personeel die bezig zijn met in contact zijn met de klanten. We hebben alle personeelsleden voorzien van mondmaskers. In de instantie waren we begonnen met die wegwerp, maar nu zijn we overgegaan tot die wasbare modellen. Sanitizers, ik bedoel, we doen van alles. En we doen dat om ons personeel het goed gevoel te geven, dat wij kijken naar hun veiligheid. Want uiteindelijk is het personeel voor ons van belang, maar ook hun familie. Dus. En we hopen dat de informatie die ze hier hebben gehad vandaag van dokter Del Prado, dat ze dat meenemen naar huis. Ten aanzien van de dienstverlening zegt McLeod dat de bank dit bijna naar de oude situatie heeft teruggebracht. Hij wijst erop dat de dienstverlening op enkele afdelingen nog genormaliseerd moet worden. Wel, we draaien al normaal. We hebben wel een paar afdelingen waar we nog wat we noemen alternatieve dagen hebben. Maar de bedoeling is wel dat we eigenlijk zoveel mogelijk vanaf volgende week alle personeelsleden op kantoor kunnen hebben. Want uiteindelijk willen we ons de beste service geven naar onze klanten toe. Dus dat is het streven. Montague McLeod, Acting Managing Director van de Republic Bank. Onze nieuwsdienst sprak hem gisteren in verband met de informatiesessie die in ons huis voor het personeel is gehouden over de COVID-19-pandemie.